Maarten Klaas Brinksma, voorlichter van de brandweer Friesland. We staan hier bij restaurant Kraaienhoek. Kunt u vertellen wat zich hier momenteel afspeelt? Ja, het restaurant is vanmorgen brand uitgebroken. De brand zat op een gegeven moment in de afzuigkap. Medewerkers van het restaurant hebben geprobeerd de brand te blussen, is niet geslaagd. Ja, hier hebben ze 112 gebeld en de brandweer heeft hierop heel snel opgeschaald naar grote brand. Oké, want het lijkt me heel lastig om hier te komen met de hulp. Ja, het is anders. Normaal gesproken kunnen wij onze branden blussen met de brandweerauto's. En die kunnen hier niet komen. Gelukkig hebben we binnen Friesland meerdere brandweervaartuigen. Daarop is ik heel snel voorzien door de meldkamer en ook de brandweer zelf van opschalen met meerdere brandweervaartuigen. Zowel de posten Grauw, Burgum en Sneeksteen te plaatsen. Ook is de politie met meerdere vaartuigen te plaatsen gekomen om logistiek te helpen. En op dit moment hebben we genoeg slagkracht op het eiland om de brand te blussen. Maar het pand moet wel eens voren worden beschouwd. Oké. Gewonden? De eigenaar van het pand heeft er enige rook binnen gekregen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij is ter plaatse nagekeken en dat valt gelukkig mee. Wanneer denken jullie dat dit onder controle is? Ja, de brand heeft al enige tijd nodig om na te blussen. Er wordt nu echt al ingezet om het kleine woonhuis dat achter het restaurant zit te behouden. En het pand, het restaurant wordt gecontroleerd, wordt laten we uitbranden. Dank u wel.